Op een gegeven moment dacht ik echt, nou, die gaat hem niet meer worden. En toen werd het hem wel. In de laatste seconde van een bloedstollende strijd om het Nederlands kampioenschap zorgt Zorg en Zekerheid Leiden Basketbal voor een verrassing. De Leidenaren weten een achterstand in te lopen en verslaan Donar uit Groningen met 1 punt verschil. Ik weet nog steeds niet helemaal wat er gebeurt. Dus ik heb het teruggezien net in de lounge, maar hoe die laatste paar minuten zijn gegaan, bizar. Niet te omschrijven. Marcel, gefeliciteerd. Dankjewel. En niet alleen maar met dit kampioenschap, heb ik begrepen inmiddels. Nee, niet alleen dit kampioenschap, ook met de Nederlandse beker. Maar je hebt net op het podium gehoord... Een nieuwtje. Dat wij ook met onze hoofdcoach, Dex Bradley, nog een jaartje doorgaan. Nou ja, je ziet gewoon dat wij in de loop van het seizoen natuurlijk iets heel moois hebben opgebouwd. En dan zie je ook dat de coach, de hele entourage, de hele organisatie om hem heen, dat dat gewoon voor hem heel plezierig werkt. En dat is wederzijds. I'm very happy to be in a position to stay here. I'm very happy to bring the success or help bring the success what we had this year. And what can I say? We won the cup. We won the national title. Let's see what happens.